Amsterdam is er in eerste instantie voor de bewoners van deze stad. Geen Venetië wordt het hier. Nee, zeker niet. En een vanochtend gepresenteerde hotelnota moet daarbij gaan helpen. Morgen allemaal in deze OBA. Nee, tenzij is de boodschap. Alleen voor hotels die specifieke doelgroepen bedienen, zoals kunstenaars of studentenhotels, is mogelijk nog plek. Mogelijk, want het laatste woord over de komst van zo'n hotel is aan de buurt. Ja, dus helemaal aan het begin van het project moet er een overleg zijn met de buurt. En als er geen draagvlak is in de buurt, dan komt er ook geen hotel. Maar buurtbewoners kunnen niet alles stoppen. Er staan namelijk nog 106 hotels met 6500 kamers op de planning. Bovenop de ruim 30.000 hotelkamers die de stad al telt. Bovendien zijn er nog de bestemmingsplannen waar een buurtveto juridisch gezien nul invloed op heeft. Waar ik van schrik is dat ze ondertussen zeggen en verder zit er in de bestemmingsplannen nog een heleboel ruimte voor hotels waar we nu niet zeker van zijn en waarvan we ook nu niet kunnen zeggen dat we die straks kunnen schrappen. Zouden dat 206 of 107? Of? Nee, ik kan niet inschatten. Ik kan niet inschatten. Ik zeg minder meer, hè? Dus we hebben het niet meer over dit aantal, dat is zeker. Minder meer hotels dus. Dan het Airbnb-beleid. 13.000 Amsterdamse woningen worden daar en op aanverwante sites aangeboden. Dat mag maximaal 60 dagen per jaar. Een kliklijn waar regelovertreders gerapporteerd kunnen worden, wordt na een testfase definitief ingevoerd. Dat je echt kan bellen en met iemand kan spreken die weet wat de regels zijn. En dan kunnen er eventueel, als nodig is, gelijk handhavers gestuurd worden. En de overtreding ter plekke constateren en ter plekke optreden. Airbnb dwingen actief mee te helpen in de jacht op illegale verhuur kan alleen niet, aangezien het geen Nederlandse site is en slechts een doorgeefluik. U zegt ook voor de zomer moeten er afspraken zijn gemaakt. En anders, ja, wat anders dan eigenlijk? Nou, anders hebben we geen afspraken. Het hoeft helemaal niet dat we afspraken hebben. Het is wel fijn, want samen de strijd aangaan tegen illegale hotels is altijd een stukje efficiënter dan het in je eentje te moeten doen. Het stadsbestuur wil nu dus een rem op het toerisme. De vraag is alleen of ze er wel echt eentje hebben.